Hallo iedereen, ik ga even op z'n Utrechts barbie ketchup maken. Simpel en snel, gewoon met speklapjes. De speklapjes heb ik al voorgebakken en gesneden. Ik bak ze nog even iets langer aan, zodat ze een beetje krokant worden. Ik heb nog geen filmcamera, dus ik moet even met het telefoontje doen. Het is niet anders. Goed, de speklapjes zijn lekker aan het bakken. Ik doe erbij een stukje gember, een flink stuk. Gesneden knoflook. Ja, 3-4 teentjes, wat je zelf lekker vindt. Even doorroeren. Links een teintje. Het begint al lekker te ruiken, die gember is echt helemaal top. Ik doe nog een beetje extra gember bij in de vorm van wat poeder. Ik vind het zelf geen probleem als gember overheerst. Het doel weer. Oh, dat is wel lastig met één hand. De ene hand even filmen, met die andere hand even doorroeren. Maar ja, goed. Het is niet anders. Gewoon doen. Gewoon doen, Jochie. Die lopen zeiken. Goed, doen we erbij. Flinke scheut water. Door de zoontje, maakt niet uit. En wat hebben we hier? Ketchupmanus. In beeld, yep. Dan maken we het sausje. Ja, ook naar een keuze natuurlijk. Ik weet niet hoeveel je erbij wil hebben. Ik doe er ongeveer 0,2 liter bij, denk ik. Een klein limonade glas of ietsje minder. Zet ik het vuur weer wat hoger. Hoor het al? Roer het even door. Ik breng het heel even aan de kook. Stelt niks voor, iedereen kent het. Dit is verdomd lekker. Het begint al te koken. Dan doen we het nog een beetje door. Zet het vuur laag. En dat is het. Ik zet hem zo uit en laat ik hem even intrekken en ik maak er wat rijst bij. Een beetje emping en pak een kommer of een stukje komkommer erbij. Beetje sambal en klaarskees. Oké dan, bedankt, tot de volgende keer. Doei doei.